Dag Julie, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Stel je eens even voor, alstublieft. Ik ben dus Julie Nijs, ik ben 23 jaar en ik woon in Hasselt. Ik heb ook een schoonheidssalon in Hasselt, Belle Etage, waar ik trotse zaakvoerder van ben. Waarvoor kan ik daar terecht in de Belle Etage? Eigenlijk voor alles, van manicure tot pedicure tot massages en ook permanente make-up. Doe je dat allemaal alleen? Dat doe ik allemaal alleen, voorlopig wel nog. Hopelijk komt er een dag dat ik iemand erbij kan nemen. Daar ben je eigenlijk zelfstandig? Ik ben zelfstandig, ja, dat klopt. En is het dan zo, heb je dan daarbuiten eigenlijk nog tijd voor andere dingen? Oh, ik volg ook nog een opleiding als leerkracht in de wellnesssector. Dus dat doe ik nog wel. Het is soms moeilijk om een gaatje te vinden, maar ik vind dat wel heel belangrijk en dat lukt nog wel. Wat heeft je ertoe aangezet om voor dit beroep te kiezen? Eigenlijk is dat een passie van mij van jongs af aan. Mijn mama heeft het ook gestudeerd en ik heb dat dus gezien eigenlijk altijd. En van jongs af aan was dat ook hetgene wat ik altijd vroeg met kerstmis en alle feestdagen of gelegenheden. En daarom dus ben ik de opleiding gaan volgen en ik heb er nog geen minuut spijt van gehad. Voor welke behandelingen of dergelijke meer kan ik bij jou nog terecht dan eigenlijk? Ook gelaatsverzorgingen, dus en vooral anti-aging natuurlijk. En ook ja, massages en eigenlijk random alles. Voor ook gelaatsverzorgingen, zoals ik al zei, maar ook de make-up daarna of met een huwelijk make-up, zo van dat allemaal. Zo anti-veroudering, wat houdt dat eigenlijk in? Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat we gaan op de huidverjonging gaan werken. Dus dat we ervoor gaan zorgen dat de rimpeltjes een beetje achterblijven, zal ik maar zeggen. Zodat je langer er goed gaat blijven uitzien. En hoe kun je dat bereiken? Dat kun je bereiken door eigenlijk om de 6 weken een gelaatsverzorging te laten doen. Liefst anti-aging dan. En ja, jezelf heel goed te verzorgen, kun je dat wel bereiken, ja. Welke zijn er geen specifieke producten voor die je daar moet voor gebruiken? Ja, natuurlijk collageen en elastine zijn heel belangrijk. En ook hydraterende producten natuurlijk, om de huid goed vitaal te houden. Hoe komt het nu eigenlijk dat je meedoet aan een misverkiezing? Dat is eigenlijk als jong meisje altijd een droom geweest van mij. En nu, heel toevallig, verscheen dat en hebben ze mij daar eigenlijk over aangesproken of ik dat zou zien zitten. En ik heb eigenlijk niet lang moeten twijfelen daarover. Ik had zoiets van, ik ben jong nu en we doen het. En we maken er tijd voor en ik kijk er echt heel erg hard naar uit. Dus, wat hoop je daar nu mee te bereiken om mee te doen? Ik hoop eigenlijk in de sector zelf nog dingen bij te leren, maar ook als persoon hoop ik te kunnen groeien. En ik denk dat dit zo de juiste gelegenheid is om van alles bij te leren en te groeien als persoon gewoon. Hoe ben je als vrouw of als meisje dan? Oh, ik ben eigenlijk heel, heel zelfstandig. Ik heb dus mijn eigen zaak al 2 jaar. Ik woon alleen. Ik ben een heel zelfstandig persoon. Maar ik wil ook nog wel kunnen groeien binnen mijn capaciteiten als schoonheidsspecialiste dan ook. En het omgaan met de mensen en zo. Ik weet dat dat al wel een van mijn troeven is, maar je kunt altijd verbeteren. Dus, Klinkt allemaal heel ambitieus. Ja, inderdaad. Ik ben vrij ambitieus. Oké. Wat vind je nu? We hebben vandaag de meisjes allemaal gezien. Wat vind je van de meisjes? Ik vind het eigenlijk allemaal heel knappe dames, dat sowieso. En ook met de mensen waar ik al de kans mee heb gehad om mee te babbelen, ook allemaal super sympathiek en super leuke meisjes. Dus het is denk ik echt wel een super leuke groep. Dat gaat in de komende tijd dat we elkaar gaan zien, gaat dat natuurlijk veel hechter worden. Het is allemaal pas een begin. Maar ik kijk er heel hard naar uit om iedereen beter te leren kennen. Straks als die finale plaatsvindt, waarom zal de jury voor jou moeten kiezen? Goh. Ik heb natuurlijk mijn link met het vak heel fel. Ik ben er eigenlijk heel, heel veel mee bezig. Ik school mij ook constant nog bij. En ik denk ook wel dat ik mondig genoeg ben om ambassadrice te worden voor de wellnesssector. Ja, dat klinkt in ieder geval heel goed. Ik wens je heel veel succes en misschien de titel, hè? Ja, dankjewel.